Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen. Mogen wij er tevens een patent maken als het maken van geluid en beeldopname niet is toegestaan. Ladies and gentlemen, welcome to the conceptgebouw. We kindly request to switch off your mobile telephone. And we also please remind you that it's not allowed to make any audio or visual recordings.
Thank you.
Dankjewel, dames en heren. We hoorden de Amerikaanse traditional greensleeves gespeeld door Jan Oosting. En daarna met de prachtige stemmen van Frank Lusser, I'm Old Fashioned, gespeeld door Ruud Bruls. En natuurlijk achter mij het voltallige Jazz Orchestra of het Concertgebouw. U hebt ongetwijfeld het programma Change opgemerkt. We houden ons bezig vandaag met het American Songbook voor u. En we zullen ons uiterste best doen om een prachtig concert neer te zetten. Fijn dat u met z'n allen hier bent op deze zondagmorgen. Naast mij staat Jan van Duikeren en hij gaat naar de mooie compositie If I Were a Bell. Thank you.
Martijn van Nietzon, je hebt hem kort gehoord. Maar ik hou hem nog even vast. We gaan aanstaande woensdag naar Japan om de cd die we gemaakt hebben dit jaar met Jan van Duyker met zijn materiaal te presenteren. Fantastische trompetist voor ons. Jan van Duyker. Ja, ik heb al gezegd, het American Songbook staat op het programma. We spelen de stukken wel zoveel mogelijk integraal. En zeker het volgende stuk, wat u ongetwijfeld kent, is het liedje Angel Eyes. Maar de introductie is niet zo bekend. En die heb ik ook voor Joris Roelofs opgeschreven, die zijn altsaxofoon vast heeft om dit stuk voor in te leiden. Angel Eyes. Thank you.
Joris Roelofs, dames en heren. Irving Berlin schreef zijn muziek op een soort voorloper van de synthesizer. Het was een instrumentje wat je uit kon trekken, waar je de toonsoort kon veranderen. Dus ze kon eigenlijk alles op de witte toetsen spelen in C en studeerde zo zijn liedjes in. Maar hij deed nog iets anders ook. Hij schreef ook zelf de teksten. En daardoor krijg je hele mooie, wonderlijke muzikale combinaties. En dat geldt zeker voor het volgende stuk, Let's Face the Music and Dance. Thank you.
Martijn van Ietersom, gitaar. Ruud Boyles, trompet. In de ritmesectie vandaag. Ik ben zeer vereerd dat hij achter de drum zit. Hij komt uit een oude drummersgeneratie. De familie Kranenburg. Kees Kranenburg, dames en heren. Achter hem de steun vanaf het eerste uur, Frans van Geest. En we houden hem een beetje op de achtergrond, maar er komt nog vuurwerk zometeen van Peter Beet. Dames en heren, All the Sanctuary van Jerome Kern. Fantastische compositie. Er is ontzettend veel mee geëxperimenteerd. Dat heb ik ook gedaan. Het is zondagmorgen. Op een gegeven moment hoort u een koraal met andere akkoorden dan All the Sanctuary heeft. De saxosectie begint hier en daarna komt Bert Boeren en dan het koraal. All the Sanctuary. Thank you.
Dames en heren, die prachtige inleiding was van Bert Boeren. En ja, ik wil toch even de koperblazers aan u voorstellen, want dit lijkt niet moeilijk, maar het zijn heel veel en veel lange noten. Jelle Schout is de aanvoerder van de trompetsectie. Daarnaast Rinnie Swinkels, Wim Bot, Ruud Bruls, Jan van Duikeren. Ik vind hem een van de beste bastrombonisten van, zeker van Europa, Martin van den Berg. Zijn vorige concert was met het Koninklijk Concertgebouworkest, nu zit hij bij ons. Jan Oosting. En Vincent Veneman. Nou, ik ga toch maar even door met de saxofoons ook. Juan Martinez. Jorg Kaai. Joris Oelofs. En in het volgende stuk komen deze twee hier ook aan de beurt. Simon Richter en Sjoerd Dijkhuizen. When Johnny Comes Marching Home, een Amerikaanse traditional van een soldaat die naar huis loopt naar een treurige ervaring met het slagveld. En wij kijken van de zijkant, zien we voorbij komen, we zien hem aankomen lopen, langzaam starten drums. En hij is heel droevig, maar in het midden van het stuk komt hij toch weer een beetje, ook dankzij behulp van deze muzici, dat zult u zo merken, komt hij een beetje weer tussen de mensen en hoort hij het lied It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. Hij leeft op. En dan langzaam zien we hem weglopen en zien we hem naar huis wandelen. When Johnny Comes Marching Home.
Peter Beets. Simon Richter. Sjoerd Dijkhuizen. Dames en heren, we gaan naar een mooie compositie. En ik pak even het programma erbij, want ik hoorde van Gwant dat dit het laatste stuk is. Het is nog geen 12 uur volgens mij, maar goed. Luister u naar Richard Rodgers en Bewitched, Bothered and Bewildered door Martijn van Nietzsche. Thank you.
Martijn van Nietzon. Dames en heren, we gaan naar het laatste stuk. En het heeft de schone titel After You've Gone.
Jan de Duiker. Per Boer. Ik heb u gewaarschuwd. Pianist Peter Beets. Frans van Geest. Kees Kanenburg. Cor Martinez. Joachim Kaai. Joost Dulofs. Simon Richter. Sjoerd Dijkhuizen. Martin van den Berg. Jan Oosting. Vincent Veneman. Rini Swinkels. Jelle Schouten. Wim Bot. En Ruud Bruls. Het Concertgebouw Jazz Orchestra. En dit alles onder leiding van Henk Meutgeert.